Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En je kan me tegenwoordig dus een bedankje sturen voor de mensen die dat heel graag willen, omdat ik zoveel reacties dus daarover kreeg. Goh, hoe kan ik jou nou eens bedanken? Nou, tegenwoordig kan dat dus op YouTube, zie je een button staan hier onderaan de video. Bedankt, en daar kun je op klikken en je kan me een bedankje sturen. Ook in de reacties heb ik een link gezet, mocht dat nou niet lukken via YouTube. En lieve mensen, ik hou zoveel van jullie. En we gaan alleen nog maar meer mooie dingen tegemoet samen. En ik ga weer beginnen met redenvoering 11 van het werkboek Saint Germain. 7 november 1932 zijn we gebleven. En we gaan beginnen met de aanroeping. En zoals in de vorige video, ik zal het weer rustig vertellen, de aanroeping, zodat jullie het mee kunnen zeggen of goed in jullie op kunnen nemen. Ik kan ook meeschrijven. Nou, aanroeping. Verlichte broeder uit de grote stilte. Wij verwelkomen u in uw toewijding voor Amerika. Zoals u vandaag een poort opende, zo zal iedereen onder deze straling zich bewust worden van uw tegenwoordigheid. U bent het grote licht dat alle aardse denkvermogens verlicht en hen bewust maakt van de ene eeuwige tegenwoordigheid. De ene intelligentie die elke activiteit die ik ben beheerst, verpersoonlijkt is. Wij loven en danken u dat er slechts één intelligentie bestaat, die overal heerst. Er is dus geen splijting of tweeledigheid. Het is de plicht van de student om altijd in eender welke omstandigheid enkel dit feit te aanvaarden. Ja, dus er is één intelligentie. Er zijn niet meerdere intelligenties of meerdere goden. De student moet een stralend kanaal worden om deze waarheid uit te dragen. Zoals een kolkende stroom die zichzelf voortdrijft naar de grote oceaan van het leven. Wij loven en danken omdat vanuit de stilte nog één andere tegenwoordigheid gekomen is, die de mensheid zal zegenen, verheffen en verlichten. Door de kracht die ik ben en de wijsheid en de energie die door de eeuwen heen opgebouwd is, projecteer ik vandaag de intelligente activiteit in het denkvermogen van alle mensen. Zij zal hen naar het juiste pad leiden en erover waken dat ze hiernaar handelen. In naam van de Ik Ben, de universele Ik Ben, de grote Ene, beveel ik deze kracht te handelen in alle mensen. Ik groet u vanwege de grote heerschaar en de grote meester Himalaya. Mooi, nou, ben benieuwd. Wie is meester Himalaya? Meester Himalaya. Dit is de eerste keer dat de tegenwoordigheid van deze verlichte broeder aan de mensheid wordt geopenbaard. Het Himalaya-gebergte werd naar hem genoemd. Oh, mooi zeg. Vanaf het ogenblik dat zij als bergen oprezen, zijn zij een heilige, onveranderde levensstroom geweest. Oh, ik wist niet eens inderdaad waar het woord Himalaya vandaan komt. Het komt dus van meester Himalaya. Oké. Onwankelbaar bleef. Zo komt het dak de zielen die in het energetische veld van deze bergen kwamen. Hierin werden opgenomen en verheven, werden in die stralende verlichte vorm van waaruit zij geruime tijd hun stralen uitzonden om de mensheid te helen en te zegenen. Redenvoering. Zoals het lot van India en Amerika verstrengeld is, gelijk twee wijnranken die de levensboom omstrengelen, zo is ook vandaag de stralende hulp opnieuw tevoorschijn gekomen om te trachten alle mensen in harmonie te verenigen, zodat de vooruitgang ongehinderd en ononderbroken kan verder gaan. In deze tijd zijn in Amerika duizenden mensen vanuit India gereïncarneerd en in India zijn duizenden gereïncarneerd uit Amerika. Omvolking.
Ieder van hen brengt de vereiste vermenging en het nodige evenwicht in beide delen van de aarde. Dit grote wezen dat aan u werd voorgesteld is na vele eeuwen in de grote stilte weer naar buiten getreden, om de bewuste verbinding te maken tussen geest en manifestatie. Mogen zijn hart gevuld worden met het vloeibare geestesvuur, dat verder stroomt in het hart van alle mensen. Dit vuur schept een diep verlangen naar alsmaar groter licht. Het vertrouwt volledig op de ene grote lichtbron. Ik ben God die overal in actie is. De wederkomst van deze grote tegenwoordigheid in de activiteit van de mensheid zal zich als een lichtstraal verspreiden in de activiteit van Amerika. En zal zijn stralende tegenwoordigheid uitspreiden als een mantel van zacht vallende gouden sneeuw. De mensen zullen deze sneeuw in hun denkvermogen opnemen. De meerderheid zal dit volledig bewust doen, hoewel sommigen dit innerlijke, doordringende tegenwoordigheid zullen voelen. Wanneer mensen onder deze straling hun huidige, harmonieuze, prachtige vooruitgang voortzetten, zal het plotseling mogelijk zijn om bepaalde activiteiten van het ruggenmerg onder hun aandacht te brengen. Dit zal meesterschap over het lichaam bespoedigen. Dit betekent meesterschap over alles, wat bindende of begrenzend schijnt te zijn. Het zou mij verbazen dat uw studenten vandaag de kracht en de tegenwoordigheid van dit grote wezen niet zouden voelen. Zelfs terwijl ik nu spreek, gaan zijn stralen uit naar hen en raken zij het hart van een ieder. Ik voel hun vreugdevolle ontroering, maar zij beseffen hiervan de juiste betekenis niet. Ieder van u en uw studenten moet er zorgvuldig op letten elke negatieve situatie die hij ervaart via de zintuigen om te keren. Ik geef u enkele praktische tips wanneer de zintuigen u koude rapporteren. Keer dit dan om in uw bewustzijn en bevestig dat u warm hebt. Ja, dus als je het koud hebt, kun je dus je energie zo omvormen dat je het warm krijgt. Ja, of dat je het warm hebt. Wanneer de zintuigen u te veel warmte rapporteren, keer dit dan om in een gevoel van volmaakte normale koelte. Je bent je eigen temperatuur. Ja, die schildklier is jouw temperatuurmeter. Dus zoals we eerder hebben gelezen ook, wat de schildklier allemaal kan. Dat is echt, als je daarop concentreert, dan maakt die warmte. Wanneer de zintuigen u uitbundige vreugde overbrengen bij een bepaalde verlichting, zeg dan, wees vredevol en rustig. En bevestig uw rustig evenwicht en zelfverzekerheid. U zou best bij elke zintuigelijke waarneming de gulden middenweg bewandelen en het evenwicht bewaren. Bevestig steeds het rustige meesterschap van beheersing, dat ik ben. Dit maakt een gestadig, vloeiende stroom van creatieve gedachten en energie mogelijk vanuit het hart van de grote centrale zon, waaruit dit grote wezen, Meester Himalaya, is voortgekomen. Dit zal u in staat stellen oneindig veel meer van deze stralende energie die hij uitstort te ontvangen en te gebruiken. De reden om uw bewuste aandacht op hem te richten is dat u van zijn energie grenzeloos mag ontvangen. Wanneer u begrijpt wat ze betekent, onafhankelijk van wat u voortbrengt door uw bewuste inspanning. De studenten moeten ten alle tijde begrijpen dat de meesters niet tot hen komen op hun verzoek, maar dat zij uitverkorenen zijn om de straling te ontvangen. Dit is een voorrecht waarvan de werkelijke betekenis niet met woorden kan omschreven worden. Het kan enkel gevoeld of gevisualiseerd worden. Ik herhaal dat de studenten zouden moeten verstaan dat het niet de taak is van de meesters om de verantwoordelijkheid van de studenten op zich te nemen door hun problemen op te lossen. Meesters hebben als taak de studenten inzicht bij te brengen, zodat zij in hun leven hun eigen problemen kunnen oplossen. Aldus verwerven zij de nodige kracht, moed en vertrouwen om stap voor stap verder te gaan, om alzo het bewuste meesterschap over zichzelf en hun omgeving te bereiken. Nou, dat is het natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, de mens ziet een ander al snel als redder. Ja, en dat is denk ik ook omdat we er zo mee geprogrammeerd worden, hè. Zoals in films, dat er een redder moet zijn en dat er een
iemand is die jou komt redden, continu. En als er dan iemand is die bijvoorbeeld jou kan helpen je te genezen, of dat diegene jou kan helpen om het pad verder te geven, zeg maar. Die jou de pad verder kan wijzen, dan worden mensen al snel afhankelijk. En zij vergeten eigenlijk het ideaal en ze verwachten en eisen eigenlijk van de ander dat hij dat doet. Ik heb dat ook al wel vaker gehoord hoor. Of dan, omdat wij natuurlijk kaart leggen, ik, mijn moeder en mijn zus, krijg je ook wel eens te horen. En dan mag je geen geld voor vragen en dan mag je niet dit en je moet dit voor ons doen en je moet ons helpen. Dat moet allemaal gratis zijn en... We verwachten dat je ons helpt. Dat is echt van, oké, je bent niet in dienst en ik ben geen slaaf. Ja? En het moet een wisselwerking zijn. Ja? Want als jij alleen maar geeft, en nogmaals, tuurlijk, als ik zou kunnen materialiseren, zou ik de wereld alles willen geven. Maar dat moet niet geëist worden. Ik wil ook dat de mens het zelf ook leert. Ja? En dat wij dus iedereen dit kan. Ja? En... dat niet alleen ik dit kan of jullie alleen maar dit kunnen. Nee, ieder mens kan dit. En dat we allemaal onafhankelijk worden. En dat we het ideaal nastreven. En dat we niet afhankelijk worden van één persoon. En dat is enorm belangrijk om altijd te herinneren en altijd te onthouden. Dat je dus ook, dat is ook wat het, bij dokters is hetzelfde, weet je wel. Ik bedoel, als mensen dus ziek zijn, dan vliegen ze naar de dokter en ze eisen dat die dokter hun helpt. Natuurlijk, iedereen wil geholpen worden. Maar je ziet al snel dat als het dan niet lukt, dat je dan ook de fout bij de dokter legt. Terwijl als jij je meer in jezelf had verdiept en naar je hart had geluisterd, wat je hart verlangt en waar het probleem ligt, waar de oorzaak ligt, dan had het gevolg opgelost kunnen worden. Maar die angst en die verplichting en het eisen en het buiten jezelf zoeken, dat mist de boot totaal bij jezelf. Dus dat is ook de reden. Dat staat ook in het Nieuwe Testament. Dus wat ik vertel, ik ga jullie binnenkort ook het Nieuwe Testament voorlezen. En dan zal ik jullie al die dingen uitleggen wat daar nou in geschreven staat. En wat dus verkeerd opgevat wordt. Of verkeerd is vertaald. Maar daar staat dus ook in dat Jezus na zijn tijd, ook in de meest van Verre Oost staat het trouwens. Na de opstanding 50 jaar nog door heeft zijn apostelen verder heeft geleerd. En dat hij daarna is vertrokken omdat hij zag dat de mensen te afhankelijk van hem werden. En dat ze nu op hun eigen benen moeten gaan staan. Dus dat is eventjes wat ik belangrijk vind ook. En dat vind ik ook erg belangrijk. Ik moet het zelf doen. Ja, ik vind het hartstikke fijn om juist informatie en kennis te leren van anderen. Maar dat betekent wel dat ik het werk moet gaan verrichten. Ik moet het zelf doen. Zelf omzetten. Wij horen studenten op bepaalde punten in hun ontwikkeling herhaaldelijk met grote oprechtheid uitroepen. Grote meesters, help ons onze problemen oplossen. Om u aan te moedigen en kracht te geven, wens ik u te zeggen dat de stralende tegenwoordigheid van de meester veel meer kracht, moed, vertrouwen en licht uitstraalt dan u zich kunt indenken. Meestal zijn de studenten zich hiervan vrijwel niet bewust. Een wijs iemand kan slechts op één manier voortdurend hulp verlenen. Namelijk door bewust zijn broeder of zuster de eenvoudige wetten te onderrichten. Waardoor deze scepter kan hanteren, de overwinning behalen en de volledige heerschappij over het lage zelf en zijn of haar leefwereld bereiken. Wanneer een meester de problemen van de student zou oplossen, zou dit niet enkel zijn vooruitgang vertragen, het zou hem zelfs ontzettend verzwakken. Een student kan enkel de volheid van zijn eigen krachten bereiken, wanneer hij zijn bewuste kracht en behaalde overwinningen bevestigt en daardoor het vertrouwen bekomt dat hij op geen enkele andere manier kan bekomen. Iemand kan het je laten zien, maar je moet dus zelf door die deur lopen. Ja? Door het krachtige en meesterlijke gebruik van het bewustzijn van de ik ben tegenwoordigheid, stevend de student met absolute zekerheid op zijn overwinning af. Om te voorkomen dat de student gaat steunen op een bron buiten hemzelf, kunnen wij niet meer zeggen over de hulp die wij mogen verlenen. En dat is ook zo hoor, dat is echt heel gek hoe de mens in elkaar zit. Maar als dingen gratis zijn, dan geven mensen er weinig waarde aan. Mensen
geven er weinig waarde aan als het gratis was. Als ze er dus iets voor moeten doen of ervoor moeten betalen, dus iets moeten doen, hè, het maakt niet uit of het een bepaalde ruil is of iets voor terug moeten geven of weet ik veel wat, dan geven ze er veel meer waarde aan en dan zie je ook dat, dat ze vooruitgang boeken. Ja, omdat hun geloof er dan in ligt, op een of andere manier. Ik heb geen idee hoe dat kan. Is misschien dat het een energieuitwisseling is of zo, waarom ze zo denken. Maar ja, op een of andere manier doen ze er dan minder mee of zo. Of ze zien het niet. Ze zien de kwaliteit of zo, of de kwantiteit. Ze zien alleen. Ik heb geen idee. Ik kan het niet helemaal thuis brengen wat dat is. Ik bedoel, ik zou echt aan iemands lippen hangen. Ja, ik lig al aan dit boek. Aan de rand van dit boek lig ik al. Weet je. Echt kwijlend wil ik meer zien en meer horen. En, maar ja, dus niet elke mentaliteit is zo. Dus denk ook op programmatie. Waardoor de student zich zou verlaten op ons. Omdat hij weet heeft van onze tegenwoordigheid. De student hoeft echter nooit bevreesd te zijn. Hij zou moeten weten dat er altijd alle mogelijke hulp geboden wordt. Overeenstemmend met het ontwikkelingsniveau dat hij bereikt heeft. De Ik Ben Tegenwoordigheid, de heerscher van de opgevaren meesters en de opgevaren Jezus Christus, zijn één en dezelfde. Ik zeg u, door de erkenning en het gebruik van de Ik Ben Tegenwoordigheid, kunt u beslist elke bekwaamheid die u wenst bewust verwezenlijken. Wanneer u dit werkelijk betracht, het is noodzakelijk dat iedereen zich ervan bewust blijft dat wanneer iemand zegt, ik ben dit of ik ben dat, hij God in actie brengt. God is en beheerst het leven van ieder mens. Het leven van het universum, de energie van het universum en de intelligentie in het hart van het universum. Het is noodzakelijk, het is zelfs van essentieel belang, dat de mens zich blijft herinneren. Met dit bewustzijn zou het vreugdevolle enthousiasme van de student voortdurend moeten toenemen. Dit vreugdevolle enthousiasme zou op geen enkele ogenblik mogen versluierd worden, want het is beslist de weg naar volwaardig meesterschap. Ja, het is een godsgeschenk. Ik ben zo gelukkig dat ik dit heb mogen ontvangen, dat ik dit weet en ja, dat ik hier dus mee aan de slag kan. Dat we weten wat de werkelijke waarheid is, dat we, hoe het echt allemaal zit. Dat zelfs de dood een illusie is en alles je zwaar genept bent eigenlijk qua programmaties. Maar als je eenmaal de waarheid kent, maakt het allemaal niet meer uit. Ja, dan is het makkelijker om het los te laten en te vergeven, want je bent dolgelukkig. De student moet zich er sterk bewust van worden dat hij de bewuste heersende macht in zijn leven en in zijn omgeving is. En dat hij zijn leven kan vullen met elke bekwaamheid die noodzakelijk is of die hij verkiest. Studenten die regelmatig fysieke ongemakken hebben, zouden dikwijls bewust moeten zeggen, ik ben de volmaakte beheerste ademhaling van mijn lichaam. Aansluitend hierop zouden zij zo dikwijls mogelijk moeten voelen hoe zij ritmisch ademhalen. Ja, je adem, heel belangrijk. Laten we eens goed gaan ademen. Adem is zo lekker. Een beetje high. Geen drugs nodig, jongens. Zuurstof is voldoende. Dit zal een zeker evenwicht veroorzaken in de ademhaling. Wat een grote hulp is bij het beheersen van de gedachten. Ernstige studenten zouden indien mogelijk moeten vermijden naar zaken te luisteren die hen in verwarring brengen. Door verstorende zaken te horen, laten ze onbewust bepaalde elementen toe die ze niet wensen. Wanneer ze niet tactvol kunnen vermijden naar dit soort zaken te luisteren, zouden ze het volgende moeten zeggen. Ik ben de tegenwoordigheid die hier waakzaam is. En ik laat onmiddellijk alles verdwijnen wat tracht te verstoren. Op deze manier zult u enkel uzelf beschermen,
maar u zult tevens de andere persoon helpen. Hoewel de student op geen enkel ogenblik iets moet vrezen, is het zeker noodzakelijk om bewust waakzaam te zijn, totdat hij voldoende meesterschap bereikt heeft om zijn gedachten, gevoelens en onafhankelijkheid te beheersen. Vanuit de Gouden Stad komt deze onmetelijke hoeveelheid energie om zowel de studenten van de straal te zegenen als diegenen die zoeken naar het licht. Tracht zoveel mogelijk te leven in het vreugdevolle enthousiasme van de Ik Ben tegenwoordigheid. Ik ken dit alle kracht toe en stel het niet in vraag. Maak er geen problemen rond. Geef alles aan de glorierijke Ik Ben tegenwoordigheid en ontvang haar magische openbaring. De machtige tegenwoordigheid die wonderen verricht, lost niet alleen alle problemen op, maar ook alle vragen, waarvan het antwoord zal geopenbaard worden. Een merkwaardige uitspraak die de studenten ontzettend kan helpen is: ik ben de tegenwoordigheid die wonderen verricht in alles wat ik nodig heb. Wanneer studenten zich bezinnen en mediteren over de betekenis van ik en ik ben, bekomen zij resultaten, openbaringen en zegeningen die niet overschat kunnen worden. Ik ben er zeker van dat uw studenten weldra de merkwaardige uitwerking van het gebruik van deze uitspraak zullen voelen en aantonen. Momenteel voel ik de aanwezigheid en het gebruik van dit begrip veel krachtiger dan ooit tevoren. Terwijl het lichaam slaapt, wordt er in hogere sferen, ver boven het bewustzijn van de mens, voortdurend vergaderd en hulp uitgewisseld. Wanneer u weet, ik ben de kwaliteit van alles wat ik wens te gebruiken, dan weet u dat u alles waar u zich bewust van bent in zichtbare en tastbare vorm kunt scheppen. Op het ogenblik dat iemand zijn menselijke twijfels onder controle heeft en tot bedaren brengt, ontvangt hij de grootste openbaringen, de ene na de andere. In antwoord op de behoefte verkoos Meester Himalaya naar buiten te treden. Hij brengt een bijzondere vermenging van Amerika en India. Daarom is het voor hem mogelijk om hier te komen. Wanneer de innerlijke tegenwoordigheid in actie treedt, komt elke uiterlijke activiteit tot bedaren. Deze verstilling is noodzakelijk, want de uiterlijke activiteit gehoorzaamt aan de Ik Ben tegenwoordigheid. De grote tegenwoordigheid verspreidt gouden sneeuw over Amerika, opdat deze zou opgenomen worden door de mensen en door elke partikeltje van de atmosfeer zelf. Vooral de studenten worden hierdoor erg geholpen en gezegend, omdat deze uitstorting voornamelijk op hen gericht is. Het zou goed zijn voor de studenten dat ze verstaan dat er zowel voor nationale als voor individuele behoeften bepaalde eigenschappen vereist zijn, voor wel bepaald omschreven doeleinden om bepaalde ogenblikken. Dat is de reden waarom bijzondere grote wezens naar buiten treden. Deze de intelligenties hebben de overheersende bekwaamheid waar de wereld op een bepaald moment behoefte aan heeft. Studenten die dit oprecht kunnen begrijpen, zullen zien dat een nieuw element in hun leven komt, dat hun grote zegeningen zal brengen. Verwachting is noodzakelijk om te ontvangen van de innerlijke tegenwoordigheid. De student die verwachtingsvol is, zal hieruit voordeel halen. Ik geef u een voorbeeld. Wanneer wij iets gepland hebben waarvan wij veel vreugde verwachten, worden wij allen gedreven door onze verwachtingen. Wij kunnen ons diezelfde verwachtingen eigen maken en gebruiken in zaken die wij wensen te verwerven en te gebruiken, omdat het ons helpt deze zaken te manifesteren. Hierdoor kunnen zij veel vlotter gerealiseerd worden. Wanneer iemand u telefoneert en u spreekt af elkaar te ontmoeten in de stad, dan verwacht u dat u de persoon zelf zult ontmoeten. Wanneer u verlangt de meesters te ontmoeten, dan is het een vereiste dat u verwacht hen te ontmoeten. Dit helpt ten zeerste. Waarom verwacht u niet hen nu meteen te zien? Mensen hebben zulke abnormale gewoonten gecreëerd dat zij van nature uit zowel hun ademhaling
als andere zaken belemmeren. Nou, vertel mij wat. Ongelooflijk. Herhaaldelijk zeggen. Ik ben de ademhaling die evenwicht brengt. Oh, mooi. Is veel heilzamer dan de vele ademhalingsoefeningen die men doet zonder de hulp van een opgevaren meester. Het gebruik van de ik ben tegenwoordigheid veroorzaakt een verbazingwekkende activiteit, omdat hierdoor alles kan volbracht worden. Wees u dikwijls bewust, ik ben de ademhaling die evenwicht brengt. Dit brengt de innerlijke activiteit in beweging die de uiterlijke volmaaktheid handhaaft. Wat u ook doet, aanroep steeds het ik ben bewustzijn. Dan brengt u alles onmiddellijk in beweging. Wees in alle omstandigheden rustig en vastberaden in uw denken. Zegening. Machtige tegenwoordigheid die wij met grote vreugde verwelkomd hebben. Wij danken u voor uw grote wonderlijke uitstraling en licht en voor uw overwinnende kracht. Wij vertrouwen erop dat u voor de mensheid nu en altijd rechtvaardigheid verordent. Nota. Saint Germain, ik zal op reis moeten gaan. Vraag, waarheen gaat u? Antwoord, naar huis. Vraag, naar welk huis? Antwoord, de Gouden Stad. De Gouden Stad is gehuld in de elektronische substantie en is voor u even tastbaar als een fysieke stad. Het licht van de Gouden Stad bevat lichten die veel helderder zijn dan de omgevende straling, zoals de fysieke lichten in uw atmosfeer. In elk licht is op bepaalde punten bewustzijn geconcentreerd. Op deze punten ontstaat een schittering. Veronderstel dat deze kamer de grote zon is. Zij heeft een atmosfeer, de mensen die zich hierin bevinden, hebben hun eigen uitstraling rondom zich. Net zoals de lichten in deze kamer. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 12. Bedankt weer voor het kijken. Ik hou van jullie heel veel. En volgende week donderdag is er weer een nieuwe redenvoering. Redenvoering 12 zijn we dus. En iedere maandag hebben we dan citaten, vragen en antwoorden van de meesters uit het Verre Oosten. En ja, en tussendoor ga ik jullie natuurlijk verrassen met heel veel andere leuke dingen. Heel veel liefs en liefde.